Wat ontwikkeld was voor het ultieme meeslepende geluid in bioscopen, is nu ook al een aantal jaren in eigen woonkamer te ervaren. Dolby Atmos. Veel soundbars en versterkers hebben tegenwoordig Dolby Atmos geluid, maar wat is het eigenlijk? Dolby Atmos is een van de nieuwste technieken voor surround geluid. Een hoger niveau van surround geluid. Oorspronkelijk alleen bedoeld voor in de bioscopen, maar nu kun je het ook zelf in huis halen. Surround sound speelt ook in op het ervaren van geluid om je heen, maar dit geluid is alleen afkomstig van de speakers. Dolby Atmos probeert je hele woonkamer erbij te betrekken door dit geluid ook verticaal te versturen. Dit kan met plafondspeakers, maar populairder zijn soundbars en speakers met omhoog gerichte drivers. Dankzij deze omhoog gerichte luidsprekers wordt het geluid omhoog gestuurd naar je plafond, dat het vervolgens weer kaatst en doorstuurt naar jou. Zo hoor je het dus echt om je heen als het bijvoorbeeld begint te regenen in een film of als een helikopter overvliegt. Je hebt tegenwoordig twee soorten Dolby Atmos die je kan ervaren. Het echte Dolby Atmos wordt gerealiseerd met meerdere speakers, zoals plafondspeakers. En zo vul je met Dolby Atmos in combinatie met een 5.1 of 7.1 opstelling echt 3D geluid in je huiskamer en ervaar je het geluid op zijn best. Daarnaast heb je het virtuele Dolby Atmos. Dit zorgt, zonder gebruik van andere speakers, zelf voor de verdeling van het geluid door middel van weerkaatsing en laat je alsnog van 3D geluid genieten. Natuurlijk is het echte Dolby Atmos in combinatie met een goede surround opstelling beter, maar een soundbar met virtuele Dolby Atmos is een goed alternatief. We hebben het je nu hopelijk haarfijn uitgelegd, maar nog beter is om het je zelf te laten ervaren. Gebruik voor de volgende test een koptelefoon, zodat je het verschil optimaal kan horen. Daar gaan we. Dit is een normale opstelling zonder surround. Het geluid klinkt tegelijkertijd van links en rechts. En dit is Dolby Atmos. Het geluid komt nu ook van boven en onder je. Dolby Atmos wordt niet altijd ondersteund. Wanneer je gewone televisieprogramma's kijkt, is dit namelijk nog niet het geval. Veel Blu-ray films en films op streamingdiensten zoals Netflix, Disney Plus of Apple TV bieden je al wel de Dolby Atmos ervaring. Let goed op, want niet elke televisie ondersteunt Dolby Atmos. In het kort, Dolby Atmos is dus een techniek in speakers en soundbars die zorgt voor een 3D geluidservaring. Een geluidservaring die surround geluid weet te overtreffen. Zo kun je dus met of zonder een mooie geluidsopstelling thuis altijd met een Dolby Atmos apparaat levensecht genieten van de beste films. Heb je nog vragen over Dolby Atmos? Laat deze dan weten in de reacties en we helpen je graag verder. Kijk voor ons aanbod van Dolby Atmos producten naar de link in de beschrijving. Wil je altijd op de hoogte zijn van de nieuwste producten en adviezen? Abonneer dan op ons kanaal en zet je meldingen aan. Dan weet je direct als er een nieuwe video van Expert voor je klaarstaat. Tot de volgende video!